kijk eens jongens, daar is er ook nog eentje die gedaan moet worden. Ik denk aan paars. Van braakliggend terrein tot speelveld. Vandaag werd de laatste hand gelegd aan de metamorfose in de Kruidenbuurt. En dat gebeurde door het beschilderen van grote betonnen blokken in vrolijke kleuren. In totaal 80 Lego blokken. Activiteiten doen is wel leuk voor heel veel kinderen. Nou krijgt het park wat meer kleur. Ik speel op de blokken soms. Dus deze blokken vind jij leuk om op te spelen? Ja, maar alleen maar als ze droog zijn. Met het terrein is jaren niets gedaan. Het wachten is op de bouw van geplande koopwoningen. Want door de crisis is dat uitgesteld. Er komen nieuwe huizen, het laatste deel van dit plan. En ik vond het eigenlijk wel een metafoor dat het bouwstenen zijn. En langs de andere kant vond ik het mooi dat het kinderen aantrekt. Dus ze hebben dan blokken om op te spelen. En dat ze dan de Lego kleuren krijgen, ja, dat vond ik eigenlijk heel erg voor de hand liggend. Nou kan je tenminste leuk spelen, alle kinderen ook. Voorlopig kan er dus volop gespeeld worden, maar er komt een moment en dan wordt er gebouwd. In het plan komen voldoende ruimtes waar de kinderen kunnen spelen. Maar daar hoeft de Kruidenbuurt zich dus nu geen zorgen over te maken. Ze kunnen voorlopig lekker losgaan. Op 5 oktober, dan is de officiële opening.